Verbolgenheid over filmopnames die maandag zijn gemaakt in het Alphense winkelcentrum De Ridderhof. Gewapende agenten en politieauto's met zwaailichten riepen daar herinneringen op aan het schietdrama in 2011... waarbij 6 dodelijke slachtoffers vielen en tientallen mensen gewond raakten. Het winkelcentrum diende nu als decor voor een jeugdfilm van de publieke omroep KRO-NCRV. We hebben 11 jaar geleden die schietpartij hier gehad. En daar was ik zelf niet bij de schietpartij, maar ik was er wel bij betrokken. En ik vind het onbegrijpelijk dat hier zoveel winkelcentra hier in Alphen, dat uitgerekend in de Ridderhof, waar mensen nog steeds niet durven komen na 11 jaar, dat hier nou gefilmd wordt. Ik zou het eigenlijk niet kunnen. Want er is natuurlijk best wel een drama afgespeeld. En als dan nu gefilmd wordt hier in de Ridderhof, dan is dat wel bijzonder. Dat ga je toch niet doen op deze locatie? Ik vind het gewoon schandalig. De gemeente Alphen laat weten dat de winkeliersvereniging heeft ingestemd met de filmopnames. Hoewel niet iedereen even enthousiast is, zien de meeste ondernemers geen bezwaren. Persoonlijk ligt het mij op dit moment niet echt gevoelig. En de opnames zijn buiten. Ik kom er vind ik geen last van, dus nee, het doet mij verder op dit moment niks mee. Het komt wel weer boven natuurlijk. Je gaat er wel weer, het gaat wel in je hoofd draaien van wat er toen is gebeurd. Maar zoals ik zo zei, ja, je moet wel gewoon verder en het is alweer een tijd geleden. Ja, het is wel heel veel jaar geleden, maar om dan hier dan met geweren rond te lopen... Dat... Nou, zeker als je het niet weet. Als ik dan zomaar kom, ik zie iemand met een geweer lopen en je weet het niet, dan schrik je toch wel. Toch? KRO-NCRV betreurt dat de filmopnames onbedoeld nare herinneringen hebben opgerakeld en biedt daarvoor, desgevraagd, excuses aan. Het is mijn winkelcentrum, waar dan zoiets verschrikkelijks gebeurd is. Voor laatst nog die valse melding en nu dit. Bent u nog benieuwd naar die film? Nee, ik wil hem niet zien. Nee, ik ben 2 keer naar de herdenking gegaan en het heeft me zoveel gedaan dat ik gedacht heb, ik stop ermee, ik zet er een streep onder, want anders, ik word nu weer emotioneel. En ik denk, nee, ik wil het niet.